Deze highlights worden u aangeboden door Heineken en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Voorzitter was niet onaardig van Stones. En dan balverlies, gevaarlijk balverlies van Modest. Mares, de voorzet richting Haaland. Daar was hij de eerste keer, maar goed verdedigend werk. Op links voor Guerrero. Guerrero, balletje tot bij Özcan. Özcan kan het proberen. En een eerste gecadreerde doelpoging. Na een kwartier voetballen is dat toch vanwege de bezoekers. Rodri. Rodrigo Hernández, Cascante. João Cancelo aanleggen, aanleggen. João Cancelo, de Portugese vleugelback. Goed balletje voor De Bruyne van Mahrez. Kevin De Bruyne, de voorzet, belandt in de armen van Meijer. Ja, goed geanticipeerd van Meijer, maar ook weer goed gelopen van De Bruyne. Hier vertrekt hij. Paas op het juiste moment gespeeld door Mahrez. Eindelijk is wat snelheid in de paas via Royce. Modest goed gekaatst. Bellingham met de opening voor de man op links, Guerrero. Guerrero, de Portugees, meegeven met zijn kapitein Royce. Ja, die kan scoren. Nee, hij legt hem ook naast. Reina met de hoekschop. Tweede bal belandt aan de verse zone. Royce, en dan gaat die bal binnen. Heel slim verwerkt door Jude Bellingham. Je moet er maar op komen om een schot aan te vallen van je ploeggenoot met de kop. En de Engelsman scoort in Engeland en brengt Borussia Dortmund eigenlijk op basis van de tweede helft niet op voorsprong. Zij zijn de ploeg met de enige goede kans. En nu heel snel daarna de 0-1. Deze man, geweldig talent vind ik dat. Heel groot loopvermogen, goede voeten. Ziet het spel ook heel erg goed. Is dicht bij doelpunt nummer 26 op het kampioenenbal tegen zijn ex-club. Ja, was dat buitenkant paal, kaatsen en onmiddellijk diep spelen De Bruyne. Ja, voor het eerst eigenlijk met zoveel ruimte. Buitenkant paal. Voor het eerst met zoveel ruimte. Ja, Grealish en dan weer een goede tussenkomst van Hummels deze keer. Cancelo. Schitterende flankwissel van de Portugees op dit balletje van De Bruyne. Mag er zijn en een geweldige goal. Wat een trap en een assist voor De Bruyne. Stones zowaar die de bootjes gelijk trekt. John Stones, de verdediger. Die vandaag rechtsachter is geweest, maar meer eigenlijk. Ja, meer naar binnen dan de binnenkant speelt. Maar wat een fantastische goal waar hij ook, van Stones. Was geleden denk ik van 2017. Dat hij nog eens wist te scoren op dit niveau, toen tegen Napoli. Buitenkant rechts, Cancelo, schitterend! En de goal! Wat een goal van Erling Braut Haaland! Wat een goal! En wat een voorzet, Cancelo met de trivela!
gescoord. Ja, tegen het team. Ja. Maar hij dus 89 goals in 86 wedstrijden. Of is het omgekeerd? Kijk die oogjes, Mike. Pret ook is wel, maar hij houdt zich in. Wat een goal, Frank. Ja, ontwacht. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.